We gaan het hebben over faseovergangen. Maar we beginnen even met het feit dat er dus drie fasen bestaan. We hebben een vaste fase, dat is de blauwe. We hebben een vloeistoffase en we hebben een gasfase. Dat is allemaal afhankelijk van de temperatuur. Om een voorbeeld te geven, een vaste stof, zoals ijs, is vast als het onder de 0 graden is. Een ijsblokje of waar dan ook. Als het verwarmd wordt, wordt het een vloeistof. Dat kennen wij als water. Als je het verder gaat verwarmen, heet het een waterdamp. Dan is het een gasfase. Nou, alle stoffen in de natuur, bijna alle stoffen, kennen een vaste, een vloeistof en een gasfase. Dus dat is een fase. Je ziet het hier ook in het zwart staan, fase. Maar als het overgaat van de ene fase naar de andere, noemen we dat een faseovergang. Want het gaat natuurlijk vaak niet in één keer, het gaat langzaam. Het is een proces. Faseovergangen. Dat zijn de 6 en die gaan we stuk voor stuk behandelen. Eerst smelten en stollen. Ja, het ijsblokje, als het warmer wordt, gaat het smelten. Wordt het een vloeistof? Als iets afkoelt, gaat het stollen. Doe een bakje met water in de vriezer. En na verloop van tijd is het ijs. Blaas een kaars uit. Het kaarsvet gaat stollen. Een beetje bloed hebt, gaat het op den duur ook stollen. Dus smelten, stollen. Gaan we naar de volgende. Gas en vloeistof. Ook daar vinden dus faseovergangen plaats. Als je vloeistof verwarmt, gaat het verdampen. Denk maar aan water dat je verwarmt in een pannetje. Dan zie je op een gegeven moment ook dat er stoom en damp ontstaat. En andersom, van gas naar vloeistof, noemen we condenseren. Als jij bijvoorbeeld tegen een koud raam ademt, en jouw adem is ook vaak warmer dan het koude glas, en dan zie je dat de waterdamp in jouw adem vloeistof wordt, omdat het dus tegen het koude glas aankomt. Dat noemen we condenseren. We zeggen ook wel, er zit condens op de ruiten. Deze 4, die zie je vrij veel in de natuur. Dan zijn er nog 2, die zie je vrij weinig. Dat is vervluchtigen en rijpen. Bij vervluchtigen gaat iets meteen over van vast naar gas. Of andersom, in één keer van gas naar vast. Nou, koolstofdioxide, wordt ook wel droog ijs genoemd, kent geen vloeistoffase. Hè? Dus als jij een blokje droog ijs ergens neerlegt, dan gaat het meteen over naar gas, vervluchtigen. Dus dat is daar een goed voorbeeld van. Nou, een rijpen komt wel eens voor in de natuur, als het in één keer in de nacht heel erg hard gaat vriezen, dan gaat de waterdamp in de lucht, vriest vast op de takken, dan zie je een ijslaagje 's ochtends. Dat vervluchtigen, nog een ander voorbeeld, een blokje zeep wat je in de douche legt, dat zal ook vervluchtigen, want je ruikt namelijk de geur die daarvan afkomt. Dus het komt wel eens voor, maar niet zo vaak.